Maar eerst de pil voor duiven. De stad Tongeren gaat anticonceptie geven aan de duiven in de stad. In maïs die is behandeld. Het is nodig, want er zitten grote kolonies duiven in de stad. En die zorgen voor overlast. En hun uitwerpselen beschadigen de historische gebouwen. Anticonceptie is diervriendelijker dan de dieren afmaken, zegt de stad. Het ziet eruit als gewone voeder maïs, maar deze korrels zijn behandeld met een anticonceptiemiddel. De pil voor duiven, zeg maar. Dat product dat zorgt er eigenlijk voor dat de membraan tussen het eigeel, dat het eiwit scheidt, dat kapot wordt gemaakt en daardoor krijgen we geklutste eieren en kan er dus geen vrucht ontwikkeld worden. Zo simpel is het. Na één jaar zouden er door de speciale maïs 30% minder duiven moeten rondvliegen in Tongeren. En dat is nodig. In dit open gebouw in de stad alleen al woont een hardnekkige kolonie van 50 duiven. Omdat er toch wel overlast is op een drietal locaties in de stad, kregen we al regelmatig meldingen van overlast. En ja, u ziet het hier rond u, dat die overlast ook wel steeds erger wordt. Die duiven hebben de neiging om te gaan samengroepen, om te gaan koloniseren en altijd op dezelfde plaats te zitten, met alle gevolgen van dien. Dat mest stapelt zich op die plaatsen op. De methode is diervriendelijker dan doden, maar toch heeft de vogelbescherming grote vragen. Dan heb ik het over de wilde vogels eigenlijk, de houtduiven, de Turkse tortels zijn toch ook allemaal vogels die granen en mais eten. Dus als die vogels dat anticonceptiemiddel binnenkrijgen, ja, dan zit hun broedseizoen erop, hè. Vogels kleiner als duiven zijn sowieso anatomisch beperkt om de maïskorrel op te nemen. Daarnaast moeten de vogels het 5 dagen per week innemen en moeten ze bovendien een hoog genoeg dosis innemen, wat vrij onwaarschijnlijk is door de dominantie van de duiven op die plaats. Bovendien is er altijd een toezichter aanwezig tijdens het voederen.